hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben bij de McDonald's om een koffie te halen, want ik ben vandaag niet aan het vasten. Ik heb vandaag de hele dag door afspraken en Nessim ook. En vandaag zien we elkaar echt de hele dag niet tot in de nacht. Dus ik ga vandaag niet mee vasten. Ik ben nu lekker een koffie aan het halen. En dan ga ik door naar mijn eerste afspraak. En dat is deze nagels opvullen. En daarna heb ik een meeting. Ik heb na mijn afspraak even een pokeball gehaald. Dat ik even thuis ga eten. En kijk hoe goed ik heb gefileparkeerd vandaag. Not normal. Ik ben net thuis. En ik wil eigenlijk mijn haren wassen voordat ik naar mijn volgende afspraak ga. Maar dat ga ik dus niet redden. Ik heb mijn pokeball eten. Die omgekipt is in de auto. Het ziet er niet meer uit. Maar ik heb echt zoveel trek. Ik ga gelijk eten. En dan ga ik gelijk door naar mijn volgende afspraak. Het is echt een heel rare dag vandaag. Het is inmiddels 4:15. En ik heb amper wat gevlogd überhaupt. Ik ga lekker eten. Nou, van wat je nog een beetje kan zien. Ik heb een pokeball met sla. Dus geen rijst. Met zalm, gember, komkommer, avocado en uitjes. Zo, eindelijk thuis. Ik heb al mijn afspraken voor vandaag gehad. En ik dacht dat ik vandaag uit eten ging met Marinke en Hon. Maar dat gaat volgens mij niet door. Beetje slechte communicatie. Maar in ieder geval, ik heb even eindelijk mijn haren gewassen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ik heb een wimpers gedaan. Bij Sunita, Fabulous Beauty Company. En die heeft nu allemaal acties rondlopen. Die heeft dus nu allemaal acties lopen. Rond. Het is nu allemaal acties lopen. En die kun je allemaal checken even op haar Instagram. Voor de rest heb ik ook mijn nagels gedaan. En die zijn echt zo mooi gelukt vandaag. En die doe ik altijd bij Deluxe Nails en Spa in Rotterdam Centrum. Zij kunt het echt super mooi doen. En vandaag wou ik gewoon even lekker natural nails. Echt heel mooi. Eindelijk mijn haar een beetje gedaan. Ik zie er weer een beetje normaal uit. Mijn normaal haar. Ik ga een stuk. Ik ben echt zo. Oh. Ik ben echt zo blij met mijn nagels, jongens. Dat is precies wat ik wou. Mijn wimpers zijn weer fresh. Ik zie er weer echt als een mens uit. In ieder geval, ik heb dus een beetje bij Zara geshow. Want morgen heb ik samen met Nessie opnames voor Linda TV. Dus ik dacht even kijken wat allemaal bij de Zara te vinden is. Want ik heb echt precies niks in mijn kast. Ik heb eigenlijk niet heel veel bijzonders gevonden. En ik weet ook niet of ik het morgen aan ga doen. Maar ik vond dit wel leuk. Ik heb bij de Zara deze oorbellen gehaald. En nu denk je, what the fuck? Dacht ik ook. Maar als je zo inbeeld, als je je haar zeg maar hebt opgestoken. En je hebt deze oorbellen in. Ik weet niet. Ik vind het eigenlijk wel wat hebben. Ik vind het wel echt zo'n heel strakke knot. Als jullie weten wat ik bedoel. Dus dit vond ik wel echt cute, deze oorbellen. Wat is dat nou weer? I don't know. In ieder geval dus, ik heb deze oorbelletjes gehaald. Waar ik heel erg blij mee ben. En ik heb deze top gehaald. Gewoon zo'n basic. En deze kost 7,95. Maat S. Gewoon zo'n beige top. En nu gaat Dinar met mijn oorbellen spelen. Deze. Gewoon als basic. En hier ben ik echt blij mee. En dit is zo'n blouseje. Zo'n, ja, zo'n kort blouseje, zeg maar. En dan kan je het zo hier, zeg maar, zo knopen. Kijken. Kijk. Het ziet er zo uit. Ik doe deze topje aan. Doe ik overheen een blouseje. En een witte of een beige broek of zo. En als ik mijn haar vast doe, dan wil ik wel deze oorbellen erbij. Maar dat weet ik nog niet zeker hoor, dat zie ik allemaal morgen wel. Maar ik heb dus deze drie dingen gescoord bij de Zara. Niks bijzonders, maar. Jongens, Nessie is inmiddels ook al thuis. Het is nu 7:50, dus hij mag ook bijna eten. Oh. Je gaat mij leren hoe ik soep moet maken. Ik ga stuk. Oké, okay, we gaan samen even soep maken. Ik ga me wel even omkleden hoor, want anders worden mijn kleren vies. Ik heb me dus even snel omgekleed. Even lekker een chill outfit voor bij het koken. En wij gaan even samen snel opruimen. En een soepje maken. Nu is de vaat aan het doen. En ik heb deze groenten gesneden. Dus die paprika, ui, knoflook, tomaat in. Met olijfolie. En deze ga ik in de oven doen op grillstand. De keuken is schoon. Ik heb broccoli en courgette gesneden. En ik ben aan het wachten op mijn gegrilde groenten.
Zij wat we erbij gaan maken. Wij gaan vandaag gewoon frikadelletjes eten met hamburgers en kip van gisteren. De groente is uit de oven. Nu komt Nessie mij helpen. Jij vindt het gewoon leuk om te doen, eerlijk. Oké. Dit erin voor je. Hier zit nou olijfolie in. Je gaat even het vuurtje aandoen. Pas op, je niet verbranden aan die schaal. Koken met Mirjama. Nee, met Nesmira. Kun je hem een vrouwnaam geven? Nou, Nessie gaat de groente erbij doen. Er zit al olijfolie in de pan. Kijk hem dan. Lukt het een beetje? Ja, ik doe mijn best, hè. Ik wil gewoon niet te verbranden. Yes. Ik doe maar een beetje roeren. Oh. Lekker hoor, Nes. Heb je al water in de koker gedaan? Nee. Je moet die kokend water hebben. Doe maar de rest van de groenten gewoon erbij. Oh, dat is zo lekker hoor. Nessie wou extra veel broccoli. Hij houdt heel veel van broccoli in de soep. Ik vind dat lekker, hè? Oh. Allah. Zo. Sorry. Lekker roeren. Ik wil ook hier dus geen bouillon toevoegen. En in plaats daarvan voeg ik gewoon lente-uitjes toe. En allemaal kruiden en zo. Peterselie en dat soort dingetjes. Even kijken of de smaak dan misschien zelfs beter wordt. Yes. Zo. Lekker peterselie eroverheen. Lente-uitjes erin. Zo, en alle kruiden toegevoegd. Ik heb kurkuma erin gedaan. Laatste hamnoot, Italiaanse kruiden. Zout en peper. Zo, de soep ziet er weer heerlijk uit, jongens. Sim heeft dus dit gehaald van een Turk. En die gaan we vandaag even uitproberen. Het moet even 25 minuutjes in de oven. Het ziet er best wel goed uit. Het ruikt als baklava. Even eten aan het voorbereiden. En kijk de brood die Nessie vandaag heeft gekocht. Dat is schattig. Bloemetjesbrood. Ik heb salade gemaakt. En kaas, uitjes. Wat? Bloemetjesbrood, want jij bent de bloem uit mijn leven. Nessie heeft uitjes gesneden voor onze frikandellen. We gaan frikandel speciaal eten. We hebben shotjes, dit is een nieuwe van Juice Express. En dit is een shot met granaatappel en chilipeper. Echt, dit is life. En ik heb hier een gember shotje met chili. En deze is echt heel erg scherp op aanvraag, heb ik zelf voor gevraagd. Deze ga je echt dood gewoon. Als je hiervan houdt, dit is echt een aanrader. Nessie is blij dat ik bijna mag eten. We hebben nog 4 minuten te gaan. En ik ben lekker frikandelletjes aan het frituren. Nou ja, aan het bakken, want we hebben de frituurpan weggedaan. We zijn bijna klaar. In de oven. In de oven heb ik hier nog kip. Zie je niet goed. En dan heb ik aan deze kant die burek. Zo jongens, dit is onze iftar. Ik ga stuk. Soep, frikandelletjes, hamburgers, kip, kaas, salade. Alles waar we een beetje zin in hadden eigenlijk. De burek is nog niet klaar. Dus daar moeten we... Nou, ik ga daar helemaal niet op wachten. Die komt gewoon straks op tafel. Zo, de burek is nu klaar. Ja, we zijn wel klaar zijn met eten. Ja. Dus het wordt eigenlijk meer een snackje. Is voor... Hoi, jongens. Het is inmiddels midden in de nacht. Wat er is gebeurd. Het is 4 uur 's nachts. Oh. Dat ik door Nessie's dutje... in slaap ben gevallen en nu pas wakker ben. Pas op. Ik ben echt zo gaar nu. Niet normaal. Maar ja, ik moet eigenlijk gewoon weer naar bed. Ik ga deze vlog even afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vinden. En dan zie ik jullie morgen weer.